Oké. Okay. Ik heb al een paar dagen een puist in mijn neus hier. Nee, die is eindelijk eruit. Ik zei dat ik ging vloggen, maar... Nou ja, in ieder geval... Zoals jullie weten, had ik een puist in mijn neus. Kijk dan, hier mijn neuskleugel. Nee, maar even... Nee, man, daar moet je gewoon over praten, hoor. Ja, dat is goed. Maar ja, in ieder geval, ik dacht dat hij weg was. Kijk, mijn neuskleugel staat er ook een beetje scheef van. Dus ik keek vanochtend en ik dacht, dat doet weer zeer, joh. Hij ging toen dus eigenlijk opnieuw weer. Dus ik denk, ik kijk even in de spiegel. Nou, het is eindelijk gebeurd, hoor, jongens. Wat een bevalling. Bam. Oké. Okay. Ik heb dus geen kanker aan meteen. Ik had eigenlijk al een video opgenomen. Maar ik zeg je eerlijk, ik was een beetje niet zo echt helemaal 100%. Laat het maar gewoon echt een beetje, gewoon labiel noemen. Ik werd ongesteld. Ik had het uitgemaakt met Duncan. Toen kreeg ik zo'n grote bos bloemen opgestuurd. Want het is een hele lieve jongen, maar ik had het zo moeilijk, joh. En dan is hij een beetje begripleus voor mijn gevoel. Nou, dan draai ik natuurlijk helemaal door. Dus dat is gebeurd. Daarom was ik een beetje afwezig. Maar wat is nou, ik heb dus geen kanker aan meteen. Nee, het is gewoon serieus iets. En dat komt dan door Aziatisch of negroïde bloed. Nou, ik heb dus beide. En eerst dacht ik, ja, dag, ik ben zo'n klein beetje buitenlands. Het zal wel niet precies in mijn teennagel zitten. Maar ja, het zit dus wel in mijn haar en in mijn teennagel. Daaraan kan je nu zien dat ik buitenlands ben. Ik ben daar helemaal over uit. Ik ben mijn haar zat. Het is alleen maar dood. Maar het is eindelijk blond na jaren. Nou is het eindelijk gelukt. Maar nou wil ik toch wel graag één keer in de week mijn haar doen. De rest van de week niet naar omkijken. Want ik heb alleen maar knotjes. Dus ik ga nou vandaag met mijn moeder naar Den Haag. Ga ik krulspelden halen. Van die foamrollers, zeg maar. En dan ga ik gewoon één keer in de week. En doe ik dat ook bij mijn moeder. Want het kan haar ook wel heel mooi staan, denk ik. Misschien wordt zij een grotere krul. Doe gewoon één keer in de week. Doen we gewoon van die rollers bij elkaar. Hebben we dadelijk ook nog een reden om af te spreken als ik uit huis ben, weet je wel. Want wij zijn allebei een beetje huismussen of stadmussen. We gaan alleen maar winkelen of naar huis. Dus dat ga ik vandaag doen. En kopen. En dan heb ik gewoon vanaf vandaag pin-up haar. Mijn moeder gaat er ook een stukje afknippen, hoor. Ze heeft zo'n lang gezicht vandaag. Niet waar, juist niet. Nee, ze de botox er. Ik ga alleen je voorhoofd laten zien. Let op. Dan doe even, kijk. Nee, moet ik niet zo. Doe ik wel zo. Ja. Nee, maar dan kan je wel zien van wie ik het haar. Moet je kijken naar het haar. Oh, jezus. Kijk wat een voorhoofd. Oh. Ja, ik ben nog niet opgemaakt. Nee, ik ook niet. Dus ik ga daar even lekker mijn dingetje doen. Ja, mijn moeder heeft nu geen hoofdpijn meer. Helemaal niet. Staat er wel erg mooi, hoor. Want ik ben tegen ladder in je voorhoofd. Ik vind het gewoon... Ja, als je het kan weglaten, als een ladder in je voorhoofd, doe dat dan gewoon. Ja, maar daar denk ik niet voor. Nee, maar ja, ik zei dus... 1, je hebt geen ladder meer. 2, je hebt geen hoofdpijn. Nou, mijn vrouw heeft geen hoofdpijn meer. Dat vind ik zo fijn. Alleen overprikkeld. Ja, ik mag je niet filmen. Zo raar. Nee, even niet hoor. Nou, even niet dan. Ja, we gaan weg. Nou, we zitten inmiddels bij de Mac. Ze wil eerst haar lipjes op de dag haar wel filmen. Maar door, daarvoor niet. Door het mondkapje zit de make-up niet meer mooi. Ik heb van alles gekocht, maar vergeten te filmen, zeg ik je eerlijk. En dat is ook de reden dat ik nooit vlog, want ik vergeet gewoon de hele dag te filmen. We zijn al bij de Primark geweest, we zijn al bij een stoffenwinkel geweest. Ik heb van alles gekocht, maar dat laat ik pas thuis zien. En bij Kiko. Ook Kiko. En we zitten weer in de tram terug naar huis. We zijn kapot. En de voeten doen zeer. Heel moe. Ik ben net thuis, let weer niet op de rommel. Dit zijn de aankopen. Deze broek was nu een tientje, zo'n paperbroek bij New Yorker. Is eigenlijk wel een favoriete winkel van mij, omdat ze zoveel dingetjes hebben. En de uitverkoop is altijd goed. En in de winter draag ik zwarte bontjassen met heftige nieuwroklaarzen. En gewoon alles heftig en lak en zwaar, gothic en metal, bla bla bla. Als je het een naam wil geven in ieder geval. Dus dan is zo'n broek wel heel leuk erbij. Ik heb witte shirtjes die vaak doorschijnen. En ik vind deze BH'tjes, die zitten zo lekker. En ze zitten goed. En alles zit er goed in. Dus als je dan gewoon wit draagt, pelt er ook niks uit. Dus die heb ik ook gekocht bij New Yorker. En deze is eigenlijk volgens mij 6 euro. Ja, 5,99. Ik denk dat ik alleen wel de voorste even afknip. Marlies Dekker tijd hebben we allemaal wel gehad, toch? Dan heb ik dit jurkje. En die ga ik even opzij houden, want daar heb ik iets heel leuks bij. Ik heb een emmetje genomen, omdat als je een S'je neemt, kijk nu. Als ik mijn buik gewoon inhoud, is het gewoon leuk. Even kijken hoor. En dan doe ik gewoon zo. En dan sta ik zo. En dan ben ik mijn oma. Hou mijn buik niks in. Maar dit is natuurlijk heel leuk als je lekker wat gegeten hebt. Dan zie je er ook die vet uit. En met deze bandjes.
En deze was ook een tientje volgens mij. Ja, 9,99 bij New Yorker. En ik ben natuurlijk met een transitie bezig voor leuk pin-up. Dus mijn haar leuk pin-up en zo. En toen zag ik dit jurkje en ik dacht... Of het is helemaal niks, of het is helemaal leuk als ik mijn haar klaar heb. Ja, maar ik ben wel aan het filmen hoor. Deze was ook 9,99. Gewoon een leuk broekje. Allemaal Kiko producten van mijn moeder en twee dingetjes van mij. En deze haarbanden. Ze zijn zeg maar lakleer van de Primark en die waren 2 euro per stuk. Een leuk hemdje, die was 2,80 in de uitverkoop. Dus een t-shirtje. Allemaal haarrollers en daar ga ik nog een video over maken. Want ik ga mijn hele haar rollen en dan kijken of het een week lang goed blijft zitten. Make-up doekjes zijn niet zo best, maar soms ben je gewoon echt heel lui. Lig je in bed en denk je, waar zijn mijn doekjes? Dit hemdje kan nooit kwaad onder iets en die was 1,80 euro. Een legging met een brede bovenband. Die zit er super lekker. 5 euro bij de Primark. Deze waren de aanbieding. 2 van die mooie glossy zwarte panties. Die waren maar 2 euro. Die heb ik ook zeg maar met een cooling panty. Euro. Ik heb deze bril gekocht. Met de rode lippen zeg maar. Sokken, mijn moeder jat alles. Hé mam? Ja. Dit jurkje. En waarom koop ik deze nou? Mensen, als je gewoon honger hebt. Ik hoop echt dat mijn oksel er goed uitziet op de camera. Maar als je honger hebt en je gaat lekker eten. En je buik is bol. Dat is gewoon kut. Dus ik koop er tegenwoordig gewoon jurkjes die ik ook na het eten aan kan. Dus het is een superleuk spijkerjurkje. En daarin zie je niet hoeveel je hebt gegeten. En nou het moment van het jurkje. Dit jurkje heeft dit soort bandjes. Kijk wat ik vond bij de Primark. Een strik. Voor in mijn haar. En die hoort er dan gewoon bij. Dus mocht er iemand doodgaan, ik ben helemaal klaar. Nee, dat is een beetje raar. Dat is een beetje raar. Het is een beetje een soort van een grafpak. Maar ik vind het wel een hele leuke outfit. En deze ook in de aanbieding. 3 paar van die leggings. Maar dan wel navy blue. Hou ik niet van. Maar in de winter draag ik onder alles een maillot of een panty. Altijd handig om te hebben. Ja, alleen maar veel rollers voor mijn haar. En mijn moeder die heeft de grote rollers. Die zijn, je hebt in Den Haag, Rotterdam, volgens mij ook wel de Bogaard. Overal heb je van die 1 euro winkels met allemaal cosmetica en spullen. En deze zijn maar 1 euro voor 6. En ik betaalde 3 voor 8 kleintjes. Dat was het. Daar is mijn moeder. Zoals altijd, heel vrolijk in de video's. Doeg! En wat ik ook nog wil vertellen, de wanhoop is groot qua samenwonen en op mezelf wonen. Niet de hele grote wanhoop, want weet je, ik word niet geslagen en ik word niet misbruikt of mishandeld of zo. Maar ik wil wel graag uit huis, gewoon omdat het tijd is voor mij om uit huis te gaan. Nou stond mijn oude huisje, waar ik in heb gewoond een paar jaar geleden, stond weer online. En ze beweren dus dat het hele ding is gerenoveerd en helemaal op is geknapt. En ik wil op de Bras blijven wonen. Dicht bij mijn moeder kan ik nog een beetje voor de zorg af en toe. En ook voor mezelf is het heel fijn, want ik ben zelf ook niet altijd 100%. Dus dan ben ik graag dicht in de buurt van mijn familie. Nou ja, in ieder geval, wij fietsen net daar langs. En ik heb al gebeld voor een afspraak, maar ze bellen maar niet terug. En toen dacht ik al, vind ik het een beetje vreemd. Dus ik ben net langs gefietst. Ik heb een neus door de deur heen geduwd, door de brievenbus. En mijn moeder daarna ook nog. En het huis ruikt nog net zo erg naar schimmel als toentertijd. Dus dat wordt dan weer... dat wordt het niet. Het had ook wel een beetje gek geweest hoor. Om met Duncan samen te wonen in het huisje waar ik ooit met Dex heb samengewoond. Maar wanneer je gewoon samen wil wonen. Of überhaupt uit huis wil gaan. Op jezelf wil wonen. En er is niks. Dan ben je al blij met... met niks. Ik wil er graag wonen. Maar niet als het zo vies stinkt en schimmelt. Want dan zit ik dadelijk weer met hetzelfde probleem. Dit was de video. Bedankt voor het kijken. En tot de volgende keer. Later.